Het heeft vannacht weer flink gevroren en zoals altijd gaan de vrijwilligers van de Lierse IJsvereniging dan weer de hele nacht aan het werk om ijs te maken. En ook weer met succes, dinsdag kan er weer geschaatst worden. Nou, we zijn gisteravond om plus minus 7 uur zijn de jongens begonnen met sproeien. En dat ging toen in het begin best redelijk. Later op de avond viel het een beetje tegen. Ondanks dat het toch vrij helder weer was, is de luchtvochtigheid vrij hoog. En ja, dan maak je hem gewoon moeilijker ijs. Dus we hebben later in de avond, was het een paar keer heen en weer rijden. Even stoppen, wachten tot hij weer goed aangevroren is. Dan weer verder. En ja, zo zijn we doorgegaan eigenlijk heel de nacht. Tot vanochtend 6 uur toe. En ja, het resultaat is er nu. Hij legt er gewoon perfect bij. Ik sta er echt van te kijken. We hebben met z'n allen weer een superprestatie neergezet. Om 9 uur was het zover. De eerste schaatsers arriveerden op de ijsbaan. Wat vindt u ervan om weer op het ijs te kunnen staan? Nou, heerlijk, want ik heb 3 jaar niet kunnen schaatsen. Dus ik zat bij een hernia toen en nu. Het kriebelde en vanochtend om 7 uur. Ik op mijn telefoontje kijk of de baan open was. Denk ja, en dan moet ik. Ja, heerlijk, heerlijk. Dat maak je niet iedere dag mee natuurlijk. Schaatsen meestal in de Uithof, maar dit is natuurlijk veel lekkerder. Dat is gewoon heerlijk. We hebben studiedag. Oh, dus jullie kunnen lekker gaan schaatsen vandaag? Ja. Ja. Hoe vindt u dat de ijsbaan erbij ligt vandaag? Ja, lekker. Mooi strak baantje. Ik denk na vanmiddag en na morgenmiddag met al de kinderen dat het wat ons bij gaat liggen. Maar het ligt er nu strak bij. Ja. Heel erg leuk. Hoe vaak heb je al geschaatst? Vorig jaar zat ik ook op schaatsles. Maar ik vind het nu niet meer zo leuk. Alleen vrij zwemmen, vrij schaatsen vind ik wel heel leuk. Ja, fantastisch natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Want het is 3 jaar geleden dat wij volwassenen toe hebben kunnen laten. 2 jaar met de corona gezeten toen we alleen kinderen toe mochten laten. Dus het is fantastisch dat wij onze leden weer toegang kunnen geven tot de baan. En hoeveel publiek trekt het nou op zo'n dag? Dat is verschillend. Het is vandaag voor de eerste dag. Maar ik denk dat er nu in de loop van de ochtend al 300 man geweest is. En als je dan vanmiddag komt, komen er zeker nog 700 tot 800 bij. Dus dan komen er zo'n dik 1000 per dag.